Welkom bij Onderzoek van de afdeling huisartsgeneeskunde in het Erasmus MC. Wij vormen een veelzijdig team van huisartsen, huisartsen in opleiding en beweging- en gezondheidswetenschappers. Samen steken we onze handen uit de mouwen om onderzoek te doen op nationaal en internationaal niveau. Wereldwijd toonaangevend is ons onderzoek naar veel voorkomende aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals artrose, blessures en lage rugpijn. Binnen onze kinderlijn bestuderen we veel voorkomende gezondheidsproblemen. Denk aan allergieën, astma, huidziekten, psychosociale problemen en overgewicht. Ons doel? Meer kennis vergaren, behandelmethoden ontwikkelen, preventie bevorderen en de resultaten toepassen in de huisartszorg. Het trialbureau ondersteunt ons daarbij. Zij zijn de schakel tussen onderzoekers en deelnemers. Maar er is meer. Daarnaast hebben we een aantal waardevolle netwerken, zoals de database Rijnmond Gezond. Daarmee kunnen we gerichter onderzoek doen om de gezondheidszorg in de regio te verbeteren en grip te krijgen op zorgvragen. Een ander belangrijk initiatief is Artrose Gezond. Een platform waar mensen met artrose in contact komen met onderzoekers, behandelaars en lotgenoten. Door inzichten en ervaringen uit te wisselen, willen we de gezondheid van mensen met artrose verbeteren. Centraal staat Primeur, een academisch netwerk van huisartspraktijken in de regio Zuidwest-Nederland. Ze leiden nieuwe huisartsen op, ontvangen studenten voor een co-schap en doen mee aan onze onderzoeksprojecten. Ook denken ze mee over nieuwe ontwikkelingen en het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Want elke dag streven we naar het creëren en delen van kennis voor de beste zorg in de huisartspraktijk.